Maar goed, het klein baantje, dat vind je vervelend. Ja, maar ja, ik vind het een beetje een spelletje. Ja, maar dat is voetbal is ook een spelletje. Ja. Ja. Maar dat is de grootste amusementsindustrie ter wereld. Ja, maar ja. Maar je weet, het is gebruikelijk dat ik altijd het laatste woord heb. Ja, maar ik kijk dit programma in principe niet zo heel vaak. Nee. Dus ik ben gewoon mezelf. Ja, ja maar ja, we zijn de 10 kilometer. Dat kan ook niet meer. Ja, die 10 kilometer. Nee, dat kan niet meer. Maar de 1000 meter, de 1500. Die zijn leuk. Dat is hartstikke leuk. Maar ik ga ook niet ontkennen. Het lange banen, dat vind ik ook heel erg mooi. Alleen, ik vind niet het... de 10 kilometer. Nee, dat niet de 10 kilometer. Lang. Nee, maar de 1000 meter, de 1500 meter, 500 meter. Dat zijn, vind ik mooie afstanden. Maar is dat kijken. Slecht als je... Als je 1500 meter rijdt, is dat slecht voor je wedstrijdritme van rond het biljartschaatsen? Rond het biljartschaatsen. Hoe noem je het precies? Nou, het is een beetje deze tafel, toch of niet? Ja. Ja. Je bedoelt gewoon short track? Ja. Ja. Ik vind het leuk zelf ook, hè? Ja. Kijk, jij, met dit soort grappen, ik ben zo populair. Ja, je maakt jezelf ontzettend populair. Ja. Ja. Ik ben net Van Gaal. Ja. Dat ontkent niemand hier, denk ik. Maar al met al, je hebt je goed voorbereid op deze uitzending. Ook. Je bent op tijd naar bed gegaan gisteren, want je wist dat dit kon gebeuren natuurlijk, toch? Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben op tijd naar bed gegaan. Lekker op tijd op bed. En dat vind ik goed van je, want jouw zussen beweert namelijk heel iets anders over jou. Daar verbaasde ik me toch een beetje over toen ik dat hoorde. Huh? Nou, laten we toch even gaan luisteren. Als er dan een feest is, dan is het ook wel een feestbeest. Heel energiek. Heel druk. Zingen. Ja. Met vriendinnen. Lekker ja. Wijn drinken. Maar dat is allemaal na het seizoen. Na het seizoen, niet in het seizoen. Ja, ja. Gezelligheid. Ja, ja, belangrijk. Ja. Ja, maar ontspannen na inspanning, dat is echt heel belangrijk. Ja, voor sporters. Ik hou echt oprecht van een feestje. En dan lekker even doorgaan. Ja. Dank je erbij, gezelligheid. Ja. Tot het licht wordt. Ja. Ik heb volgens mij nu een afspraak met onze net weer vrijgezellen... bureau-redacteur, toch? Sam Verhooyen. Is hij vrijgezel? Hij is sinds deze week weer vrijgezel. Oh ja, vandaar dat hij zo zijn best deed. Ja, ja. Nee, dus... ja. Maar vrijdag gaan jullie toch... Wat zei je? Ik begreep dat jullie vrijdag al een afspraak hadden nu. Ja, hij wil heel graag met mij wil hij naar het paardje in Amsterdam. Naar dit? Naar het paardje in Amsterdam. Oh, ik ken het niet. Nee. Dat heb je... Ja, op gezicht neem ik aan, toch? Gezellig. Nou... John de Mol zit thuis alweer te sidderen.